Wening, die vanuit het actiecomité, maar wel op eigen mannen boert, zijn verhaal docht, is poer razend. Minister Grapperhaus had een voorstel op tafellijn van zo'n % leensverheging in 3 jaar. Dat liep het billijk, maar dat is het net, zei Wening. 7% is leuk, is net inflatiedekkend, of eigenlijk net niet als je het goed bekijkt. Maar dat is niet eens voor ons het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de minister eist dat wij gewoon een heel aantal arbeidsvoorwaarden inleveren voordat er maar gesproken kan worden over enige loonsverhoging. Dat is letterlijk wat hij vertelt. En dan is er nog de werkdruk die het al jaren alleen nog maar taneemt. Door bezuinigings en hoerpleertsings binnen de afgelopen jaren al 10.000 plissies van straat te hellen. En het wordt nog volle slimmer. Daarbij komt dat binnen 4 jaar meer dan 14.000 collega's uitstromen, terwijl de capaciteit van de politieschool op een dikke 1.000 mensen ligt. De politie viert al een peerweekend actie. Dat gaat ontnota publieksvriendelijk, maar had nog neer op smieten. Mits augustus wordt door de actiecomité's en de bonden besjoen hoe het nou verder moet. En dan lezen huddere acties van de hand, denkt Wening. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Wij zijn niet van plan, en ook de besturen van de bonden zijn niet van plan, om ook maar enig rechtspositioneel goed op te gaan geven voor een loonsverhoging. Hoe lang kan dit worden? Ik denk dat het heel lang kan duren. Maar ik denk wel dat de minister een probleem heeft. Want alle hakken staan in het zand en de bereidheid tot actie is nog nooit zo groot geweest.